In 1969 ontving Jan Tinbergen de eerste Nobelprijs in de economie. Dat is nu 50 jaar geleden en daarom is 2019 uitgeroepen tot het Tinbergenjaar. Jan Tinbergen is geboren op 12 april 1903 in Den Haag. Als student in Leiden werd hij uitgenodigd door de postbode om eens een paar ronden mee te lopen. Tinbergen was geschokt door de armoede en leefomstandigheden van de lokale bevolking. Na zijn studie weigerde hij in militaire dienst te gaan en moest vervangende burgerdienst doen in de Rotterdamse gevangenis. In deze periode van 25 maanden had Timbergen veel tijd over en begon zich te verdiepen in de economie. Hein Vos en Jan Timbergen schreven in 1935 voor de SDAP het plan van de arbeid. Zij waren voorstanders van een door planning gestuurde economie. In 1936 stelde hij een macro-economisch model op van de Nederlandse economie, het eerste in zijn soort. Hoewel het model slechts 24 vergelijkingen bevatte, was het niet te min de voorloper van de hedendaagse modellen. Na de Tweede Wereldoorlog is het Centraal Planbureau opgericht door dezelfde Hein Vos, op dat moment minister van Handel en Nijverheid, met Jan Tinbergen als eerste directeur. Tinbergen bleef bij het CPB tot 1955. Daarna werd hij hoogleraar in het vak economie van ontwikkelingslanden in Rotterdam. In 1969 ontving Jan Tinbergen de Nobelprijs voor de ontwikkeling en toepassingen van dynamische modellen in de analyse van het economisch proces. Timbergen werd een warm pleitbezorger van ontwikkelingshulp en was vele jaren topadviseur van de Verenigde Naties voor ontwikkelingsplanning en schreef verschillende boeken. Ze vragen mij vaak of ik optimistisch ben. Ik ben niet optimistisch. Uh, men verwacht dat namelijk met het feit dat ik probeer om zoveel mogelijk te zeggen datgene wat we naar mijn mening zouden moeten doen. En dat zijn dan vaak dus betrekkelijk ambitieuze zaken. Uh, dat wil niet zeggen dat ik geloof dat het ook zal gebeuren. Maar ik geloof dat het weinig productief is om dat laatste te zeggen. He, dat, dat lost niets op. Terwijl misschien, als je beklemd doet wat moet gebeuren, dat je dan helpt om een oplossing tot stand te brengen. Jan Tinbergen overleed op 9 juni 1994 in Den Haag.